Robin. Yes. Bij de Noorman. Ja, je bent er nooit geweest. Nee. Ja, goed dat je me meegenomen hebt. Ja, toch? Dus we hebben even lekker gebabbeld bij een kopje koffie. Ja. Over de stripbranche. Daar valt veel over te zeggen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. En heb jij ook nog iets waarvan je denkt, dat wil ik graag kopen? Ja. Iets wat je wil aanspreken. Ik heb dus heel veel goede verhalen gehoord over het beest hier. Ja. Dus die moet ik eigenlijk... Maar ben ik een beetje aan mijn stand verplicht, denk ik, om die toch maar mee te nemen. Ja. Ik zag trouwens deze hier, vind ik heel mooi. Ja. Ik zag dit hier namelijk, het verhaal van Vlaanderen. Oh ja! Die ziet er ook wel heel gaaf uit, hoor. Dat is heb die tv-serie ook gezien, dat was ook heel mooi. Oh, die hebben wel leuk, een beetje die Vlaamse geschiedenis. Maar het is echt heel gaaf gedaan. Wauw. Ja, het is echt, ik heb nog niet gelezen. Jij ook? Dus nee, ik ook nog niet, maar het ziet er wel heel gaaf uit, hè? Ik krijg een beetje tussen het nul en nu gevoel. Hè? Ja, die staat ernaast. Ja, die staat ernaast. Ja, dat kan ook bijna, dat kan ook niet anders natuurlijk. Ja, lachen man. Hey, maar goed voornemen voor 2024? Poeh, het blijft podcasten denk ik maar, hè? Ja, toch wel, hè? Ja, dat is al heel wat. Ja, één keer per twee weken. Ja. En kun je wat vertellen over de gasten van 2024? Heb je al iets leuks op het oog? Of zijn er... ook wat dingen waar ik niet zoveel over kan zeggen. Ik wil in ieder geval, maar die moet ik nog even contacten. Maar ik ben benieuwd naar Willem Rits hier, want die gaat een nieuw, die komt met een nieuw boek. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Je vraagt me, ik heb altijd lijntjes lopen op mijn hoofd. Maar wij hebben een beetje dezelfde vibe. Oplepelen. Want in de derde week van januari komt Willem Ritstier. Oh, bij Bam de Bam. Nou, hier, kijk. Is alsnog. Deze wordt hier net omhoog gehouden. Ja. Samen met Andrea Kruis, die is bij jou geweest. Ja, nou. We gaan nog even lekker hier doorkijken. En eens kijken waar jij mee thuis komt en ik. Dus, ja, ik heb alleen een enorme rugzak bij me. Dus er past niet zoveel meer in. Dus ik moet een beetje bescheiden houden. Ah, er kan altijd wat bij. Ja, dat is wel waar. Een bananendoos. Die neem ik mee. Tip van de week van de Noorman. Er zijn heel veel tips natuurlijk in deze tijd. Er komen zoveel stippen uit. Maar eentje die eruit springt en waar je normaal gesproken aan voorbij loopt. De droefheid van de olifant. Dat is een titel waar je, normaal gesproken loop je daar voor voorbij. Ja. Deze plaat is, als je het verhaal gelezen hebt, natuurlijk zo mooi. Het gaat over een meisje wat in een circus werkt en een jongetje wat in een weeshuis zit. En dat circus komt in het dorp waar dat jongetje in het weeshuis zit. En die ontmoet elkaar en die worden verliefd op elkaar. Maar ja, circus is maar één keer per jaar. Pracht van een verhaal. Als je hem uit hebt, heb je eigenlijk een brok in het keel. Zullen we eens even doorbladeren? Ja, deze tekening op de achterkant. Ja. Die is zo exemplarisch voor het verhaal. Het is even wennen aan de tekeningen en aan de kleuren, maar het is heel erg mooi gedaan. En wat ik zeg, het is echt een liefdesverhaal. Kijk, het is prachtig getekend. Kijk, hier begint het zwart-wit. Dit komt hier, zie je. Steeds met circus, steeds met kleuren. Even die bazaar of basale kleuren. Ik ga erover stotteren. En hij is ongelooflijk mooi. Het is, als je hem uit hebt, heb je een blok in de keel. Je hebt altijd sterren, hè? Een 5-sterren review. We hebben de 5 bammers reviews. Ja. Hoeveel bammen geef jij deze? Ja, een 4, zeg maar. 4 nooit 5. Ja. Ja. Want je hebt natuurlijk maar een 5. Dus dat is een 5. Deze doen. Maar deze hoort in je top 10. Met top 10 bestaat 100 titels. De droefheid van de olifant. Prachtig. Je loopt eraan voorbij. Nou. Dus vandaar dat ik hem even laat zien. Kopen mensen. Ja, absoluut. Ik vind het een absolute aanrader. Voortschrijdend inzicht. We hebben een nieuwsflash. Vertel. Ja, ik dacht ineens, ik heb hier, kijk zoals je ziet, een enorme rugzak bij. Ja. Omdat er allemaal opnameapparatuur in zit. Want ik ga zo meteen naar Peter de Wit en zijn zoon Tex de Wit. Oh, wat leuk. Een soort komisch duo. En daar ga ik een mooie eindejaars aflevering mee opnemen. Dus die komt 1 januari online. Oh. Eigenlijk het nieuwe jaar in. En ik ben vooral benieuwd wat er gaat gebeuren als vader en zoon een beetje heen en weer gaan pingpongen met flauwe grappen. Volgens mij gaat dat heel leuk worden. Dit is heel leuk. Nou, en ik ben dus ook wel heel erg benieuwd hoe Tex de Wit is beïnvloed door zijn vader, de striptekenaar, zeg maar, wat dat voor hem heeft betekend. Dit is toch wel geweldig, hè? Dat je zo iemand gewoon mag interviewen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja.
Dus, nou, superleuk. Nou, en wanneer gaat hij online? 1 januari. Nou, ik ga luisteren. Dus als je nog een beetje aan het bijkomen bent van de oudejaarskater die dag, kun je gewoon lekker de podcast opzetten. Leuk, man. Ik lig nu al bij de digitale radio. Lijkt me goed plan. Absoluut. Nee, oh, jij zit ook hier in mijn vaarwater. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Misschien moeten we een keer wat samen doen. Dan, nou, misschien moeten we dat maar gaan doen, ja.